Meneer Gom was een oude woeste man met een rode baard en twee bloeddoorlopen ogen waarmee hij naar je staarde als een opgerolde octopus in een donker hol. Een afschuwelijke griezel was het. En hij haatte kinderen, dieren, geroosterde maiskolven en alles wat leuk was. Hij hield wel van de hele dag in bed blijven liggen, van alleen zijn en van kwaad naar dingen kijken. Hij sliep en keek kwaad en haalde snotstukjes uit zijn neus en at ze op. Maar één ding, zijn huis was een gigantische rommel. Pizzadozen liggen overal. Het is een zooi, behalve zijn tuin. En waarom? Als hij zijn tuin niet netjes houdt, komt er een vee opduiken en die mept hem met de koekenpan. Maar ja, dan komt er een nieuwe bewoner in het dorp en die heeft kwade plannen met zijn tuin. Wil je weten hoe en wat? Lees dan De Verschrikkelijke Meneer Gom Heeft Een Plan, geschreven door Andy Stanton en de illustraties van Matthias de Leeuw en vertaald door onze Nederlandse auteur Edward van der Vendel. Een heel grappig boek, vooral voor de liefhebbers van de boeken van Roald Dahl. Veel plezier!